Den Haag, Golden Oring speelt 8 juni op de 50ste editie van Pinkpop. Dat staat op de site van Haagse Rockers. De Heren speelden 50 jaar geleden ook op de eerste editie van het legendarische Limburgse festival. De eerste editie van Pinkpop had vooral Nederlandse bands in de line-up. Golden Oring was toen de hoofdact en je kon ze zien als je 2,50 gulden betaalde voor een kaartje. De Haagse trots keerde terug op de Heilige Landgraafse grond in 1977 en 2005. Bassist Rinus Gerritsen kan zich het optreden in 1970 goed herinneren. Wij waren de enige met een soort van PA, geluidsinstallatie, red. Die we zelf gebouwd hadden. Jan Smeets vond dat geweldig en vroeg of we hem wilden laten staan voor de andere groepen. Dat hebben we natuurlijk gedaan, collegiaal als we zijn, grijnst hij. Pinkpop gered. We hebben met die pa de eerste editie van Pinkpop denk ik wel gered. En daar is Smeets ons altijd dankbaar voor gebleven, zegt Gerritsen. Hij zei altijd, als we zoveel jaar bestaan, dan moeten jullie weer komen spelen. En dat is dus nu. In die 50 jaar is wel wat gebeurd. Aan de zijde van Golden Oring staan ditmaal ook, onder andere, het legendarische Fleetwood Mac, Mumford & Sons, George Ezra en Tenacious D. De prijs voor een ticket is ook een beetje gestegen. Een festivalkaartje kost los €95 en wie een heel weekend wil gaan moet daar €100 bij leggen. De kaartverkoop start 16 maart.